Welkom al kijkers van Lokers World, het is weer tijd voor een nieuwe video. Na ongeveer, nou wat zal het zijn, 10, 11 maanden ben ik weer terug. Ja, ik ben het Epic Nier Bunny. Al is het waarschijnlijk maar eenmalig. Heel misschien komt er wel een andere video van de montage uit. Maar goed. Ik zal zo even uitleggen waarom ik deze video maak. Maar allereerst, jullie zitten te kijken naar de Pro 11 Prestige Cup finale. Dat is een competitief FIFA toernooi voor op PC. Tussen Eternity en Legacy. Ik speel voor Legacy. Zonder te vertellen wat de uitkomst van de finale is. Hij moet waarschijnlijk opnieuw worden gespeeld. Omdat wij een speler hadden die nog niet ingeschreven was. Nou, dat mag niet. Je moet een speler voor de wedstrijd inschrijven. Punt was alleen dat het eigenlijk iedereen het na de wedstrijd doet. Omdat ja, wat uiteindelijk als die speler is. En je weet dat die speelgerechtigd is voor die wedstrijd. De uitkomst zal niet veranderen op het moment dat jij voor of na de wedstrijd inschrijft. En onder die logica schrijft daadwerkelijk iedereen hun spelers pas na de wedstrijd in. Want ja, als jij het teamformulier met in het invullen bent, dan kun je net zo goed even die speler inschrijven. Dat scheelt weer gewoon tijd dan als je het er van tevoren moet doen. En dan daarna nog een keer die formulier moet gaan invullen. Ja. Gevolg was dus dat we na de wedstrijd horen kregen van een administrator. Die overigens trouwens ook al die regels aan zijn lap aan zijn laars heeft gelapt in het verleden. Die ik net al heb opgenoemd trouwens. Al die regels. Nou ja. Die heeft vervolgens na de wedstrijd gezegd, ja jongens, hij moet overnieuw. Vervolgens kreeg een andere administrator die 20 minuten lang heeft lopen uitleggen wat we wel en niet meer mochten doen. Onder andere dat deze speler, Spider is dat trouwens, onze verdedigende middenvelder. Ik zo mijn hoofd zeg met het kwaze of met het, nee, dom. Lichtbruine driehoekje, de indicator, boven zijn hoofd, dat is die speler. Niet zijn schuld, uiteindelijk de schuld van onze spits, onze manager, die ja, uiteindelijk is hij degene, als je het naar regeltjes moet gaan kijken, dat het zijn schuld is. Al vind ik persoonlijk, ja, dat het niet zijn schuld is. Het is eigenlijk mijn persoonlijke mening, zeg maar. Als ik echt inderdaad strikt naar de regels ga kijken, ja, als het zijn schuld. Maar goed, uiteindelijk heb ik iets van de administrator een lul. Nou goed, diezelfde administrator heeft uiteindelijk het toernooi gegooid. Tenminste, uit de Discord-server. Ik mag er ook niet meer terugkomen. Want ik heb dus gezegd, ja, hou eens even. Jij hebt het destijds ook gedaan. Deze regels zijn helaas gelapt. Vond hij niet leuk, dus ik ben ook niet meer welkom daar. Maar gelukkig nog wel de finale spelen. Maar niet geschorst of zo. Daar leek het wel even op. Maar goed. Helaas. Moet dus die finale ook niet worden gespeeld. Maar goed. Laten we even terug naar gaan naar het punt. Waarom ik deze video maak. 11 maanden geleden wilde Johnny meedoen met FIFA Pro Clubs. Het ongeveer hetzelfde winnaar zitten kijken. Ik zat dan met bij Paradox. Paradox was mijn team. Paradox FC is het trouwens. En Paradox ging competitief. Dat was het plan althans destijds. Johnny die wilde gewoon voor de lol meedoen. Wij waren aan het trainen, dus er was geen ruimte voor hem. En nou ja, goed, dat vond hij onzin. Discussie was er vervolgens. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat wij tot de conclusie, tenminste dat ik tot de conclusie kwam dat het ja, eigenlijk niet zo langer door kon. Heb ik een video gemaakt, afscheid genomen van Local vs. World. Nu zijn we ongeveer een jaar verder en ik ga nog een keer halen. Dit is echt, misschien komt nog een montage hierna. Maar van Pro Club stand trouwens. Dit is echt de enige en laatste video die ik ga maken. Het is echt een incidentiële video, zeg maar. Goed, uiteindelijk is het wel leuk om te vertellen. Nou, leuk om te vertellen. Paradox is eigenlijk niks geworden. Zijn niet competitief gegaan. Team is uit elkaar gevallen. Raakte een aantal, ja, toch wel sleutelspelers kwijt. Waardoor het ook pijnlijk naar buiten kwam dat wij van die spelers afhankelijk waren. Vervolgens ben ik ook zelf weggegaan dat ik niet goed meer in mijn vel zat. Omdat ik geen plezier meer had om daar te spelen. Dat was best wel jammer. En toen ben ik naar Oude Garde gegaan. In eerste instantie als een linksback. Maar goed, ik ben natuurlijk een keeper. En op het moment dat de eerste keeper niet was, speelde ik gewoon op doel. Alleen die eerste keeper die kwam bijna nooit opdagen. En vervolgens hadden we een voorbereidingswedstrijd. En die avond was die keeper er eigenlijk weer sinds een hele lange tijd. En die speelde vervolgens zo slecht dat uiteindelijk is besloten dat ik de keeper zou gaan worden. Dat ben ik geworden. Ik heb uiteindelijk echt, we waren de grote verrassing, ongeslagen Pro 11 gewonnen. En dat was echt bizar. Je kan het terugkijken in de afspeellijst op mijn eigen kanaal, Epic Nier Bunny. Dat hele toernooi was waanzin. Want de Identity ging sowieso kampioen worden. Dat was de grote concurrent. Die wisten vervolgens in de eerste wedstrijd op het toernooi in de competitie te verslaan. Na een geweldige redding van mij, van een corner die zij vernachelde. Een counter uitviel en waarin wij scoorden. Uiteindelijk dus kampioen geworden.
Oude Garde die stond onder leiding van een andere speler, Hugo. En Hugo had een andere visie als andere spelers. Waardoor uiteindelijk is besloten door een aantal jongens om Oude Garde te verlaten. Eigenlijk iedereen, het hele team is zo ongeveer behalve Hugo en nog 2-3 anderen overgestapt. Of tenminste heeft een nieuw team gemaakt onder leiding van 2 andere spelers. Die op zich al een beetje vooraanstaande rol hadden binnen dat team. Helaas was het zo dat een van die spelers was een jongen waar ik niet zo goed mee overweg kon. Ook al een aantal conflictjes gehad, of conflicten, bij FFP Holland, het Nederlands elftal zeg maar van FIFA. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik ben weggegaan, slechts eruit ben gezet. Ik heb zelf gezegd, heel eerlijk jongen, ik vind niet dat jij goed genoeg bent voor een team. En ik erger me er hartstikke aan. Ik heb ook het idee dat we aan het plafond zitten. Ik wil gewoon graag weg. Ik wil het seizoen best afmaken. Of hier blijven tot jullie een nieuwe keeper hebben gevonden. Vervolgens heb ik hem weer opgesteld. En ben ik daar boos over geworden. Want we moesten dan met een best wel grote concurrent en mas. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik vervroegd ben weggegaan. Dus, althans vervroegd een nieuw team heb gevonden. Legacy. Daar moest ik concurreren met een andere speler. Die heb ik uiteindelijk met heel veel geluk eruit gekregen. Omdat hij had een conflict gekregen. Om een of andere bullshit reden. Weet ik ook niet precies. Met de andere manager. Dat is wat ik althans van heb begrepen. Ben ik eerste keeper geworden. Het is niet helemaal soepel gegaan daar. Dus het ook maar even afwachten hoe dat allemaal gaat aflopen. Maar ja, als jullie naar deze video zitten kijken. Ik speelde echt een dijk van de wedstrijd. Van persoonlijk. En ik weet niet of ik ons in de wedstrijd heb gehouden bij Mrem bij de 1-1 stand. Maar dat durf ik toch wel te zeggen. Met gewoon 2-3 echt hele goede reddingen. En uiteindelijk tussendoor met in de Nations League. Met FFPA gespeeld. De Nations League is een soort van competitie tussen internationale teams. Zijn we derde geworden. Vervolgens ook nog het WK gespeeld. Waar uiteindelijk helaas de Spanje eruit zijn gegooid. In de kwartfinales. En nu ben ik dus bezig in de Prestige Cup, want die wedstrijd moet opnieuw worden gespeeld. In de Pro League, waar we met 7 punten voor staan op de nummer 2. Pro 11 volgend seizoen, als het goed is weer. Op dat punt gaat het me best wel goed af, vind ik. En met FIFA, ik ben echt heel ver gekomen. Legacy is best wel groot team. Speel vanavond weer, als het goed is, het halftoernooi. Ik zal link naar het Twitch-kanaal van onze spits doelpunten. Er zit er trouwens best wel wat Nederlands tussen, voor de mensen die het willen weten. Ik, Rival, die speelt trouwens niet in deze wedstrijd. Banana, Crazy, de rechtsback. Rival is trouwens verdedigend middenvelder. Doelpunt onze center forward, is niet echt een spits eigenlijk. Roderick, die hier rechts buiten speelt, of links buiten. Ik weet niet of ik ze dan wel heb gehad, maar het zijn er best wel wat eigenlijk. En uiteindelijk... heb ik het denk ik toch wel redelijk goed gedaan als het gaat om FIFA. Ik heb zo mijn periodes waarin ik niet echt goed speel, op zijn zacht gezegd. En dat toch periodes waar ik echt heel erg goed kan spelen. Je moet een beetje je continuïteit zien te vinden in de toekomst. En verder, wat heb ik ondertussen allemaal nog gedaan? In het dagelijks leven heb ik een HBO-studio geprobeerd. Maar dat is me helaas niet geworden. Dat wordt hem gewoon niet. Dus ik heb nu ander werk. Ik ga daar niet al te veel loslaten. Maar ik heb werk. Daar mag ik ook niet al te veel over loslaten. En ik heb het denk ik wel op zich best wel goed voor elkaar gekregen. Zoals ik al zei, ik ga niet terugkomen naar Lopen voor Zult. Ik heb op dit moment vrij weinig tijd. En ik... FIFA competitief. Het is echt... Ik meen serieus. Als je een beetje FIFA pro-clubs kan, echt te proberen waard. Ik vind het echt geweldig. Het is, het geeft wel een andere dimensie... Aan FIFA zelf, weet je. Ik bedoel, op het moment dat je divisies gaat spelen. Divisie 1, we winnen eigenlijk wel seizoen na seizoen. Moet ik zeggen. En uiteindelijk, wat. Ik weet niet. Er zit niet genoeg uitdaging in. En in competitief vind je dat, toch wel wat meer. Ik zou niet willen zeggen dat we op dit moment in toernooien zitten. Wat zal ik zo nog even uitleggen? Waarvan je hebt, daar is veel concurrentie in te vinden. Er zijn wel een paar teams onder Never Enough, Eternity, waar we net tegen speelden. En Revival. Revival hebben we in de halve finale stuk uitgegooid. Dat was echt een behoorlijk spannende wedstrijden. Maar zal ik even uitleggen waarom. Waarom er niet zoveel concurrentie is. Je hebt op dit moment eigenlijk 2 grote competities. Duitsland, Pro League.
die ook een internationale competitie hebben waar wij in zitten, maar er is helemaal niks aan. En je hebt de Spaanse competitie. Nou, daar kom je niet in als team, want er zitten gewoon een aantal eisen in. Je management moet van die nationaliteit zijn, dus Spaans of Duits. Ligt eraan in Duitsland natuurlijk Duits en Spanje Spaans. En de helft van je team moet de nationaliteit hebben waarin van de competitie waarin zij spelen. Dus wederom Pro League, Duitsland, Duits en Spanje. Ik weet even niet hoe ze die ook weer noemen. VFO heet die. Spaanse competitie is VFO. En dan moet je Spaans zijn. Dus wij komen daar niet in. Want wij zitten met, even zo omhoog zegt, een Zweed, een Noor, Nederlanders. Iemand die dan België woont, maar wel Nederlander is. Een Engelsman, een Schot in theorie, maar die speelt niet echt meer. Een Turk, een Rus, een Egyptenaar, een Algerijn, een Spanjaard. Wat hebben we nog meer? De lijst gaat behoorlijk lang door. En ja, nou ja, dan kom je dus niet in een echte competitie. En dus kom je in een internationale competitie terecht, waar het niveau gewoon veel lager is. En dat is best wel jammer. Want uiteindelijk, ja, je wil toch gewoon ja, die concurrentie voelen. Ja, als je zoals vorig seizoen in Pro 11 worden met 14 punten verschil kampioen. We hebben één wedstrijd gelijk gespeeld. De rest hebben we allemaal gewonnen. Ja, dan is het uiteindelijk gewoon geen klap aan. Want halverwege weet je al gewoon dat je kampioen bent. Dat is het ook met oude garde. Won ik ook met 14 punten verschil. Wonnen we trouwens. En dat was ook een moment ook. Hadden we 2-3 weken konden we niet spelen. Omdat mensen op vakantie waren. Carnaval, weet ik allemaal niet wat. En in die tijd lieten gewoon de concurrenten punten liggen. Waardoor wij op dat moment al wisten. Nou ja, als we nu nog een paar wedstrijden winnen. Zijn we klaar. Dan zijn we kampioen. Want de wedstrijd tegen de concurrenten stond voor de deur. Nou ja, die wonnen we. Eigenlijk gewoon allemaal. Ja, dan is er gewoon niks aan. Dat is best wel jammer. Want je hoopt toch echt om op een moment, zeker in dat tweede seizoen, en ook in Pro League, op een beetje concurrentie, op een beetje spanning. Maar dan zie je gewoon dat er gewoon bepaalde teams zijn die punten laten liggen tegen de kleintjes. En ja, uiteindelijk verlies je één. Tot nu toe hebben we één wedstrijd in Pro League verloren tegen Never Enough. En dat was het. Eigenlijk hebben we alles relatief makkelijk gewonnen. Ja, gisteren was ik wisselspeler helaas. Tegen een Shackle, dat ze toch wel moeilijk hadden. We hebben uiteindelijk 4-3, 5-3 of zo. Maar goed, het is heel erg. Ja, hoe noem je dat? Aan de ene kant best wel frustrerend. Want je ziet al die Duitse teams. Je ziet al die grote teams waar je toch behoorlijk tegen moet struggelen in het hoftournament. En dan kun je dan niet tegen spelen. Want je komt tegen een team als een Shackle te staan. Waar je normaal gewoon overheen loopt trouwens. Tegen een one day, waar uiteindelijk dat gewoon niet op jouw niveau is. Of op jullie niveau als team zijnde. En dat kan nog best wel, hoe noem je dat, demotiverend werken. Want dan weet je je te plaatsen voor de Champions League. En dan kom je, we hadden ons geplaatst voor de Champions League. Waar dus een heleboel, ook uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Turkije, Oekraïne, weet ik ook niet waar ze vandaan komen. Meedoen en dan kom je er een boys in de hoed te staan, nummer 2 Duitsland, dan word je er 2 keer toe verslagen. En uiteindelijk tegen Lenovo, waarin we gewoon pech hadden dat ik totaal niet in vorm was en twee keer een fout maakte. En je de wedstrijd, allebei de wedstrijden verliest met 2-0. En dan heb je iets van, ja maar hier willen we vaker tegen spelen. Als we hier op een reguliere basis kunnen tegen spelen, dan word je als team ook zoveel beter. Dan heb je echt de potentie om echt gewoon mee te doen met de top, om gewoon ook echt te laten zien dat je een topteam bent. Ja, dat gaat gewoon niet, omdat er in principe zijn wij gewoon nu het Celtic van de internationale competitie. We winnen alles. Om in de Champions League komen, hebben we niet zoveel in te brengen. Tegen bepaalde teams wel. Maar als je tegen de grote teams komt, ja, dan zie je gewoon dat je verliest. En dat is best wel jammer, want je weet dat je hoger kan komen op het moment dat jij in een grotere competitie kan komen. Dan hou je ook niveau ook omhoog. En dan dwing je jezelf constant om tot het uiterste te gaan. Nu ben je gewoon in staat om in bepaalde wedstrijden. Gewoon, nou ja, dan gaan de centerbacks lopen trollen. Die gaan naar voren rennen. Weet ik al niet wat. Ja, je staat toch nog 35 minuten met 5-0 voor. Dus dat is best wel frustrerend. En ik heb ook daar wel een paar keer getwijfeld. Ja, zou ik naar PS4 gaan, naar Xbox. Maar daar ligt het niveau gewoon lager. Heb ik al gezien. En ik van nee. Ik blijf gewoon lekker op PC. En ja, ik praat nu heel veel pro-clubs, weet ik. Ik weet niet. Ik weet ook niet waarom ik dat doe. Want zoveel heb ik eigenlijk daarnaast niet te vertellen. Dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Ik ben nog steeds bezig met schrijven. Ik werk. En
Daar kan ik er niet zo over zeggen. Dus dan valt er al een heleboel af. En ja, uiteindelijk. Dan gaan we een heel saai leven. Dat is wel de conclusie die je kan trekken op dit moment. Zoveel doe ik op dit moment gewoon niet veel bijzonders. Weet je, en hiervoor zat ik, toen ik nog mijn wekelijkse praatje had, ik altijd iets om te brengen. Omdat ik gewoon altijd wel iets aan het doen was. En op dit moment is dat niet zo. Voor de mensen die het misschien vergeten zijn of niet weten, ik heb een hele depressieve periode erin gehad. Waarin ik gewoon eigenlijk alles niet helemaal kwijtgeraakt qua vrienden. Ik heb er nog wel een paar over. Maar ja, die wonen vrij ver weg. Dichtstbij is een uur rijden voor mij. En ja, dat is best wel. En ook die werken, dus ja, dan blijft niet zoveel tijd over. Dat is best wel. Ja, dan is er niet zoveel te doen. Dus om een reden ben ik ook gestopt met mijn wekelijkse praatje. Ja, wat had ik te doen? Helemaal niks. Ik kon alleen maar een beetje tijd vol proberen te praten. En in het begin kon ik 20 minuten praten. Vervolgens 15, 10, 5. Uiteindelijk moest ik elke week weer moeite gaan doen om over iets te. Over me iets te lullen. En dat is best wel jammer. En nou ja, uiteindelijk, zoals ik net al zei, ja, broken is dit met echt mijn grote hobby geworden, denk ik. Zeker omdat ik niet meer kan voetballen op het moment, omdat ik last van een enkel blessure heb, die vrij hardnekkig is, al 3 maanden lang. Er is iemand op mijn enkel gaan staan, mijn voet klapte door, ik stond even op mijn onderbeen. En het wil niet over. Het is best wel frustrerend. Op het moment dat ik een tijd een beetje heb gelopen of heb gewerkt, waar ik ook bij moet lopen of tillen, dan ga ik echt kapot van de pijn. Dus uiteindelijk, ja, wat blijft er dan nog over om te praten? En heel veel met Javi en Tom doe ik ook weer niet, omdat die ook weer allerlei dingen bezig zijn. Ik zit ook constant met competitief FIFA. Dus dan komen die en bij Legacy heb je nou niet echt heel veel funny moments, dus dan maak je er ook niet zoveel van. Dus uiteindelijk, wat blijft er over qua content? Ja, goalkeeper montages en de wedstrijdssamenvattingen. En dat is het eigenlijk wel zo ongeveer. En dat is best wel iets waarvan je het, ja, aan de ene kant iets van het editen hak ik ook niet zo heel veel, noem je dat, motivatie meer in. En dan blijft eigenlijk ga je focussen op competitief FIFA en op alles wat er bij kijken komt. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg, waardoor ik het gewoon rustig aan kan doen, gewoon relaxed mijn ding kan doen en er staat geen druk meer op of iets dergelijks, weet je. Toen ben ik ook een wat al omgeven met 4000 abonnees. En dan wilde je meer en meer en meer en beter en beter en beter. En dat ging gewoon. Ja, omgeven met weet ik niet. Omgeven was ik ook een beetje die motivatie kwijt. Uiteindelijk ben ik wel blij, denk ik, dat ik het echt zo ben gaan doen. Want dit is toch wel wat relaxter. En er staat geen druk op, zoals ik net al zei. Maar goed, ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat Johnny het ook goed maakt. Ik weet niet hoe het met hem gaat. Maar dat hoor ik misschien vanzelf wel. Ik zie jullie. Ik spreek jullie later. En doei. Oké, you drop. Get out. Boateng. Get out. Banana. Go away, stop. Boateng. Hey. No, it's fine. Alright, let's go. So, only one game or two games? One game. It's the final. Who's your man of the match? Yeah, he had a good corner. The good corner was the key.